Aram Beeth is onlangs geconfronteerd met een nieuwe aanval van zijn mediavijand, Gordon, in de studio van RTL Boulevard. Gordon heeft zijn kritiek gericht op Aram door te beweren dat hij op televisie een andere boodschap verspreidt dan buiten de schermen. Hij is gewoon niet eerlijk, stelt Gordon scherp. Gordon, die vaak klaagt over de media, zoekt telkens de spotlight wanneer hij promotie nodig heeft. Of het nu Barlaat of de Koen en Sander show is, de bekende entertainer is overal te zien om zijn nieuwe real-life soap te pushen. Ironisch genoeg komt hij ook bij RTL Boulevard, ondanks zijn eerdere boosheid over Aran's opmerking dat hij labiel was. Hoewel Labiel als een soort bijnaam lijkt voor Gordon, lijkt hij bijzonder gekrenkt door Aran's commentaar. Tijdens een première van Gordon's film, die flopte, ontstond er een merkwaardige confrontatie tussen de twee. Gordon was boos, terwijl Aran kalm en geestig bleef. Deze confrontatie leidde tot een blijvende kloof tussen hen. Aran lijkt geen behoefte te hebben om zich voor Gordon te buigen, maar volgens Gordon probeert Aran achter de schermen juist dat te doen. Aran vraagt regelmatig of er een manier is om het goed te maken, maar dan alleen op mijn voorwaarden, zegt Gordon in een uitzending van gisteren. Wanneer Eddie zo Gordon vraagt of hij het met Aran al heeft bijgelegd, antwoordt Gordon negatief. Hij voegt toe: Aran vraagt wel of we het goed kunnen maken, maar dat kan alleen als het aan mijn voorwaarden voldoet. Eddie vraagt zich af of Gordon van plan is om met Aran gewoon ergens een hapje te eten en een drankje te doen. Gordon reageert met een grap, nou ja, ik denk dat ik hem het bos in neem. Hij is zo klein. Hahaha. Lucky King merkt op dat Aran zich wellicht niet veel van Gordes opmerkingen aantrekt. Denk je niet dat Aran denkt, het maakt me niet zoveel uit, ik zal hem wel een keer tegenkomen en dan zien we wel verder, vraagt Luke. Gordon stelt dat Aran op televisie iets anders zegt dan hij in werkelijkheid denkt en dat dit een teken is van onoprechtheid. Luke erkent dat het moeilijk is om deze beweringen te verifiëren. Gordon laat weten dat hij bereid is zijn eigen versie van de waarheid te delen. Ondanks de constante publieke kritiek en het slecht incasseren waar Gordon vaak voor wordt gewaarschuwd, verdedigt hij zichzelf. Het is bewonderenswaardig dat mensen zeggen dat ik niet kan incasseren, vooral als je weet wat ik de afgelopen jaren allemaal heb doorstaan, zegt hij. Luc begrijpt Gordons frustratie, maar wijst op de paradox: jij zegt van alles over iedereen wat wij grappig vinden, maar als er iets terugkomt, kan je daar slecht tegen. Gordon benadrukt dat de meeste kritiek die hij ontvangt onterecht is, wat het voor hem extra pijnlijk maakt. Aan het eind van de show sluit Eddie af met een high five met Gordon, wat een ironische herinnering is aan de dynamiek tussen de betrokkenen.